Jamie, leuk dat jullie er allemaal komen kijken. Sorry, ik doe normaal altijd met mijn linkerhand, maar nu deed ik met mijn rechterhand, waardoor ik nu raar uitkwam met mijn microfoon. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn bij mijn tedere kleine kanaaltje met 720 subs. Oh my god, we hebben 720 gehaald. Oh, dat zijn 2 rondjes, dames en heren. Snap je? Want de eerste is een 360 en daarna 720. Comedy 2019, ik heb hem nog steeds hier hoor. Ik ben zo grappig. Dames en heren, ik zat op mijn kanaal te kijken. Ja, zeker, dat doe ik zo'n beetje elke dag. Ik scrolde namelijk naar beneden. En als je naar beneden scrolt op mijn kanaal, dan krijg je eerst al deze geweldige afspeellijsten. Maak je geen zorgen, dit wordt geen promotiepraatje voor mijn YouTube kanaal. Dan kom je hier bij mijn populairste video's, mijn muziek, brugklas, vlogs, al die dingen. En dan komen we hier bij de populairste uploads op mijn hele kanaal. Wat staat er bovenaan? Nou, inderdaad, bizarre dingen met tandpasta. Als je eventjes naar de views kijkt, het zijn een whopping 2,8 miljoen views. Ineens, bam, out of nowhere. Deze video bestaat al 2 jaar en is ineens van normale video naar mijn meest bekeken video gegaan op mijn kanaal. Die daaronder heeft ook gewoon 1,9 miljoen views. Hallo! Dames en heren, ik wil een deel 2 maken hiervan. We gaan bizarre dingen met tandpasta 2 maken. Echt waar, ja. Ik heb ook echt geen idee waarom dit de meest bekeken video is. Het is gewoon... Ja. We hebben hier een geweldige video van 5 Minute Magic. Zij maken dingen in 5 minuten, behalve deze video dan. Dus 9 minuten 40. Dus het is geen 5 minuten, het is geen 5 Minute Craft. Je liegt tegen ons. Waarom vergeet ik altijd dat licht aan te doen? Ik heb echt geen idee. Ik ben benieuwd wat voor sick tricks ze hebben met tandpasta, guys. Pak je notitieboekje erbij en zet eventjes neer van... Oké, dit moet ik echt onthouden, want dit wordt sick, oké? Oké, guys, is je tandpasta nou leeg? Er komt bijna niks uit. Hebben we allemaal wel eens, weet je? Allemaal. Wat je kan doen is je kan met de auto over de tandpasta heen rijden... En dan kan je dus je tanden weer poetsen. Dit is... Nou, het begint nu al sick. Ik bedoel, het begint nu al realistisch. Oh, hier hebben we een vrouw. Waarschijnlijk puistjes. Doe wat tandpasta erop. Oké, maar dit kan oprecht werken. Je moet wel uitkijken. Je moet niet te lang tandpasta op je huid doen. Want je krijgt dan brandwonden. Dat is geen grap. Doe dat alsjeblieft niet met de tube zo tegen je hoofd. Want als meerdere mensen in je huishouden dezelfde tube gebruiken... smeert uit. Oh, wacht. Ze bedoelt dat het wegblendt. Als een soort van beauty blender. Ik dacht meer, dan is het zo van... De puistje gaat dan over tijd weg, maar oké. En wat je nog meer kan doen met tandpasta, guys. Je kan dus, zeg maar... dat flesje van je baby stinkt. Boe! Gadverdamme. Doe gewoon tandpasta erin, want het is een heel goedkoop product... om je dingen mee schoon te maken. Je kan ook gewoon afwasmiddel gebruiken, of niet? Oh, nu ruikt hij lekker. Oh, echt? Oh, ik doe er iets in waar heel veel mint in zit. En allemaal schoonmaakspul. Oh, ja, nu ruikt het lekker. Nice. Is je anti-aanbaklaag nou aangebakken? En de onderkant? Doe de tandpasta. We zouden dit soort shit eigenlijk gewoon moeten proberen. Maar dat gaat me echt een godsvermogen aan tandpasta kosten. En dan kan je het er zo afhalen. Dit is sick. Je kan ook gewoon een sopje in de pan doen. Even wat laten staan en daarna ook weghalen. Kan ook. Ik bedoel, hoe krijg je het voor elkaar dat je de onderkant zo aangebakken is zoals net? Hoe kan dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik bedoel, zetten ze gewoon een eitje op en vergeten die gewoon compleet? Vergeten. Hij zit er nu in de pan aangebakken. Even lekker je tanden aan het poetsen. De dop is weg. Dat is kut. Dat is zeker kut. Wat je kan doen... Je kan de dop dichtlijmen. Maar bro... Dat doe je toch niet? Oh, dan heb je dus een nieuwe dop gemaakt, maar dan van lijm. Oprecht, dat is nog best wel een sick idee. Alleen het ding is, dan zit er dus ook lijm in je tandpasta. Dat is minder sick. Zwarte koppen, oké? We gaan even weghalen met tandpasta, oké? We doen even ziek veel tandpasta en we gaan onze neus poetsen. Ik zie je al staan. Ik zie je al staan. Gewoon in de badkamer. Je neus de tanden poetsen en je moeder komt binnen. En dan sta je daar zo. Mama... Het gaat goed met mij. Ja, ze poetst haar neus. En dadelijk zullen vast ineens magisch er zwarte koppen weg zijn op de neus. Het is weg. Dit is bizar. Zijn er oprecht mensen? Ik geloof gewoon niet dat er gewoon... Hoe vaak is deze video bekeken? Hier 5,2 miljoen bijna. En ik geloof er geen reet van. Ik geloof er gewoon geen reet van dat überhaupt maar 1 van de 5 miljoen views dit heeft geprobeerd. Ik geloof het niet. Gewoon iets. Ik weet zeker, niemand heeft iets geprobeerd hiervan. Au, verbrand je nou aan je steltang, guys? Voor de heren, vooral deze. Doe je tandpasta erop. Want dan verbrand je je gewoon nog meer. Je moet echt uitkijken met tandpasta op je huid. Want je krijgt er echt...
echt brandwonden door. Dat is not chill. Droge lippen. Vind ik vies eruit zien, man. Bah. Doe tandpasta op je lippen. Dat is chill. Dan krijg je ineens hele frisse lippen. Besef, deze mensen zitten met een sick groot marketingteam rond een tafel. Zo van, guys, we moeten weer wat verzinnen voor een nieuwe video. Ik bedoel, dit soort gekke dingen zoals dit kijken verzin ik ook zelf. Maar er zit voor de rest geen sick marketingteam achter. Ja, moet ik eigenlijk wel doen. Krijgen we sicke video's zoals deze. Nou, laat me raden. Gewoon droge lippen. Instantly gone. I'm happy. Is je strijkijzer nou aangebakken, jongens? I don't know how. Doe tandpasta erop. Wacht. Maar moet die dan aan zijn? Belangrijke vraag die we nu hebben gesteld en hebben gemist. Hij is inderdaad schoon geworden. Of ze hebben een nieuwe gekocht. Kan ook. Heb je nou een nieuwe tandpasta? Doen we gewoon even de bovenkant eraf snijden. Waarom ze... Maar... Werkt dit? Nee. Werkt dat? Guys, probeer dat eens voor mij. Ik heb geen idee. We gaan nu dingen met cola doen. Doe geen dingen met cola. Dat wordt vies. Oh, de tandpasta cola challenge. Oh, maar dit zou oprecht nog kunnen werken. Voor dit soort shit. Dit zou ik nog echt wel geloven. Hebben jullie wel eens geprobeerd om centjes? Zeg ook echt centjes. Je krijgt nu wel centjes van je ouders. Nee, als je euro's bijvoorbeeld die heel vies zijn en je doet ze in de cola. Dan worden ze weer helemaal schoon. Dat is eigenlijk best wel sick. Dat drink jij, hè? Dat drink jij. Een kaarsje aansteken. Wat nou als we hem uitdoen met tandpasta? Wat gaat ze doen met dit eitje? Wat zijn we nou aan het doen? Ik ga dat niet doen. Leuk dat je je lenzen dan misschien zo schoon kan maken. Maar dat ga ik niet doen. Dat vind ik veel te... zijn mijn lenzen veel te kostbaar voor. Nou, weer een nieuwe. We hebben de tandpasta's leeg. Gewoon met een glas over de onder... Het is op zich best slim. En dan opvouwen. Ik deed dat nooit. Maar ik doe dat tegenwoordig wel vaker. Dat opvouwen. En dan krijg je er weer uit. Ja, dat is op zich wel waar. Kijk, dat is een van de dingen waarvan ik je kan vertellen. Ja, dat werkt gewoon. Kijk, wat hebben we hier? We hebben een gaatje in de muur. Nee, ze gaan ze de tandpasta in doen. Je kan hem ook gewoon even dichtkitten of zo. Op zich zag er prima uit. Totdat er een of ander vliegenbeest gewoon daar zo'n hol van gaat maken. Dat die denkt van, oh, dit is een sick holletje. Ik krijg eten en een holletje. Dat is nice. Met tandpasta werkt dat. Ik heb wel een keer zoiets gehoord of gezien. Maar ik heb dat nog nooit zelf geprobeerd. Dus ik kan jullie niet vertellen of dit werkt. Gaat je telefoon hier nou nog meer door stuk? Niet mijn probleem. Oké, je krijgt het er niet meer af. Maar met tandpasta... Easy. Nou, het ziet er nog steeds niet easy uit. Volgens mij heeft ze echt gewoon een bicep van 30 centimeter gekregen. Vieze randjes met tandpasta weghalen. Zou ik misschien ook nog wel geloven. Oh, dat wil ik wel een keer proberen. Bij onze badkamer hebben we dat best veel. Oké, ga je handen wassen met tandpasta? Yo, pak gewoon handzeep. Wat is nou ineens het probleem van handzeep? Zijn we ineens vergeten dat handzeep bestaat? Nou, dat moet je nooit doen. Je moet nooit... Als de spiegel beslagen is, moet je niet met je hand eroverheen gaan. Maar wel met tandpasta. Ja, dat is top. Dat werkt hoor. Waarom hebben zij zoveel problemen met strijkijzers? Ik heb mijn moeder nog nooit hierover horen zeiken. Hij is wel weer echt heel clean. Hij is heel clean. Ik ben nou een vis aan het snijden en je handen stinken. Gebruik dan gewoon niet handzeep, maar leg tandpasta neer. Dat is gewoon veel goedkoper oplossing. Dat is echt top. Polishing zilver. Weet je wat het ding is? Geloven we dit wel? Nee, hè? Ze hebben hem gewoon in de Vanish Anti-Oxy Action gedaan. En nu is hij veel mooier. Dit heb ik ook al een keer gezien. Dat mensen het zo doen. Volgens mij... Of was dat met pindakaas? Nee, dat kan toch niet? Nee, dat was niet met pindakaas. Dat was dan met tandpasta. Ik heb wel vaker gehoord dat krasjes weghalen met tandpasta is wel een solide iets. Geurspray? Tandpasta? Stinkt je wc nou? Haal de deksel eraf en flikker je hele tandpasta gewoon erin. Ja joh, hè? Een goede oplossing. Dit is werkt voor 3 maanden. Nou, dat is chill. Tandpasta met een aardbei. Oh, wat lekker. Want dan is je tandpasta, heb je aardbeien tandpasta. Gadverdamme. Ze kijkt heel blij, maar hierna ging ze kotsen. I know for sure. Je kan je iPhone ermee schoonmaken. Of gewoon je telefoon. Dat kan inderdaad. Je kan je oortjes ermee schoonmaken. Dat is nasty, maar dat kan inderdaad. Nou, dan heb je wel weer schoon oor. Ik zag daar viezigheid erin. Oh, gadver. Oorsmeer. Je kan je kam ermee poetsen. Kampoets met tandpasta. Oké. Je kan er aardappels mee schoonmaken. Ik heb een verhaal gehoord laatst. Oh, wat was dat nou? Iemand had de tandenborstel van zijn vader toen gebruikt om iets
vies te doen. Ik weet even niet meer wat. Het was ranzig. Maar dat heeft hij toen ook gewoon niet aan zijn vader verteld. En toen heeft zijn vader gewoon eens blijven tanden poetsen met die tandenborstel. Oh, te ranzig voor woorden. Laten we gewoon het houden op iets vies. En dan vul je het zelf maar in, oké? Okay? Hey guys, dat was het alweer. Dat ging echt snel. Het ging echt te snel voor mijn leven. Ik vond het wel, ik vond dit wel echt top. We zijn meer te weten gekomen over tandpasta. En dat is geweldig. Dat is mooi. Dat is fijn dat we het... Ja. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Net zoals die ene andere. Die nummer 1 video op mijn kanaal. Even kijken hoeveel. Hij heeft 47.000 likes. Kunnen we de 48.000 likes halen op deze video? Smash the like button en subscribe to my channel. And I see you next time, guys. Gebruik mijn supporter creator code die ik niet heb. No spawn. Dankjewel. Klik de video's hiernaast. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios.